Heyo mensen, en welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed Unity. We zitten hier in een heel gezellig plekje, genaamd de gevangenis. En, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo gezellig. Het is hier helemaal niet zo gezellig. Ik weet ook niet precies wat ik moet doen op dit moment, om heel eerlijk te zijn. Zou je met hem babbelen? Where he stared at, pisspot. Oh, hij is niet leuk om mee te babbelen. Laat maar. We hadden vrienden maken in de gevangenis, dat is belangrijk. Welcome to your new home. Haha, dankjewel jongen. Met de buiten proberen te kijken. Oh, ik kan de buiten nog wat zien. Oh, dat ziet er leuk uit, ik wil ook naar buiten. Kunnen we vergeten, we mogen niet meer naar buiten toe. Nou, dan gaan we maar slapen. Ik weet niet of het lekker is, ik weet niet eens of we hier wel mogen slapen. Ik bedoel, misschien is het helemaal niet mijn slaapplek. Misschien moet ik wel op de grond slapen, dat weet ik niet. Zullen we vanzelf zien? Oh god! It's inhuman! The blood! So much blood! Where'd you come by this, pisspot? I'm in no mood for this. Give it back! Take it back. If you think you can. Oh, I feel that challenge coming. Oeh, mensen gaan meteen kijken. Die denken, yummy, kom maar! Oké, dit moeten we winnen nu, want ik wil dat ding ook terug. Heel veel moeite voor gehad. Bitch, come on. My grandmother eats harder than that. She's Belgian. Fight, fight. Oh, what did? We pak je hart, je mafkees. Well struck, pisspot. See if your defense is as good. Deze ook weer faal. Geel knippen, trucje. So much effort for a broken antique. Fuck! Wauw, oké, dat is best goed. Ja, dat we best goed zijn inderdaad. Gaat hij heen? Oh, perfect! Gaan we ons door met de tegenaanval. Oh, dat kan niet heen. Ah! Wel een beetje te winnen dit, hè? Maar nou, ik probeer dit wel een beetje te winnen natuurlijk, hè. Dat is hartstikke belangrijk, hoor. Je moet het niet verliezen van deze lolo. Oh, dat vind ik knap. Oké, sommige dingen zijn wel lelijk. Zoals dat, dat was echt fucking lelijk. Give me what's mine and go back to your crazy drawings, old man. Drawings? He's here. Everywhere. Scribbled like chicken scratches all over this cell. Where? Come here, you little pisspot. Get your hands off me. Look at the wall. What are you doing? Concentrate. Concentrate. What are they? Messages from the past. I had myself thrown into half the prisons in Paris in search of these. What's your name, boy? Arno. Arno Victor Dorian. Dorian. Pierre Bellec. I knew your father. Bully for you. He died at Versailles. In what? 76? 77? December, as I recall. No witnesses. How did you... Your father was an assassin, Arno. He gave his life fighting for the liberty of all mankind. You stick with me. You might just live long enough to join the Brotherhood. Honor your father's memory. Oeh, dat klinkt interessant. Listen, I'm sure your little cult is a delightful bunch. But I'm not interested. The only thing I care about is finding Elise. How are you planning on doing that from in here? Hmm?
Hij heeft het toch best wel een heel goed punt, hè? Ja, moeten we trainen. 2 maanden later. Kijk, dat is wel makkelijk hoor. Gewoon even 2 maanden in de tijd. We waren 2 maanden in dezelfde zitten. Super chill hoor. Ik vind het super chill gewoon. Man. Again. Ow. Focus, pisspot. What the hell is going on out there? Citizens are restless. Keep an ear open. Opportunity might just come knocking soon. Aan de kant. Wij hebben ook even een clue. Wow, dat zijn inderdaad boze mensen. That was cannon fire. Sometimes opportunity sounds a lot like cannon fire. Secure the prisoners. Follow my lead. Unless you prefer to rot here for the rest of... Nee, liever niet. Prisoners up against the wall. On whose authority? I told you this was going to end badly. Silence, stay back. Okay. Dan zijn hier dus 2 wachters. Prisoners up against the wall. Stay back. Okay, dit was best vet. Ha! Bitches. Right, let's get out of this show. Rennen! Nou, dan moet ik inderdaad rennen hoor, dat weet ik wel zoiets. Ja, ik probeer, maar jij loopt voor, alleen je loopt wat langzamer dan mij. Keep marking for a bit, pisspot. Stabs me. Oh, bitch. Dit is nog best moeilijk hoor. Wow, oké, dat was een vette move hoor, dat was best wel een hele vette move. Hallo, lukt dit je nog of niet? Belek, is the door open? We have a problem. I'll bring you down a peg. Wauw, dit is echt sick. Ik vind dit, hier hou ik echt van. Dit is echt lekker hoor. Gewoon lekker smokken tegen deze bibo's. Nee, ik word ook nog beschoten, ook nog wat een lul, zeg. Oh, dat was niet zo handig. Maar die kerel ging in één keer terugrennen. Welke vol gaat er nou terugrennen als we in zo'n situatie zitten? Hé, hey, weet je wat we doen? Ja, ik ga terugrennen, want dat lijkt me inderdaad heel erg verstandig om te doen in zo'n situatie. Ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo handig, hè? Weet je, rent natuurlijk niet terug dan. Het zou veel makkelijker zijn. Ik ga deze kant op en ik denk ook deze kant. Wow, oké, okay, misschien niet helemaal. Wauw. Ik moet hier een beetje omhoog. Ik helemaal niet. Ik ben weer dood. What the fuck is dit nou weer voor bullshit, hè? Ik ga de hele dood, het is niet zo grappig. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk om dood te gaan. Dat voelt ook helemaal niet zo prettig. Ik voel me nu ook best wel een dikke loser. Peo. weet ik. Wrijven we er maar weer in. Let's go, pisspot! Door dat raampje, ja, dan moet je niet zo tot op het loodzaak doen. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. Oké, nu gaat het goed. Nu weet ik zeker dat we het goed doen. Kijk, ik klim ook de juiste weg op. Helemaal geen idee waar ik heen moet. Nou moet ik even wachten. Waar is die andere bivo? Kom je nog? Ik weet natuurlijk niet omdat we er ver weg zijn. Dat is wel een lullig iets hoor. Oh, dat we hem we moeten hem volgen, maar hij denkt van... Hé, hey, strijden kunnen we deze kant erop of niet? En dat was ook de bedoeling. Totdat jij besloot om te gaan chillen hier. Ja, dat weet ik. Ik was hier net. Oh, nu spring je wel weer naar beneden natuurlijk. Handig om naar beneden te springen in zo'n situatie. Ik weet niet hoor.
we naar boven. Hij gaat ook naar boven, dus dan moeten we ook naar boven. Lijkt me. Oké, en waar moeten we nu heen? Oké, die kist kunnen we beter niet openen. Ja, een beetje snel zijn, hè? Dan kun je geen kist openen. Dat werkt natuurlijk niet. This way! Fire! Fire, damn you! Stop the prisoners! Oh, dat is niet best gewoon hier. Oké, dit is een beetje dood. Oh, de klootzak. Nou, die is ook dood. Die is ook hartstikke in de dood. Volg. Oké, waar gaan we nu heen dan? Where now? Up. Brilliant. And how do we get down again? Ja, dus dat is ook voor de volgende keer. Of niet, ik weet niet. Hangt er een beetje van af natuurlijk wat hij denkt. Ik denk dat ze zorgt voor de volgende keer. Ah, hij geeft zich over, nou, dat is helemaal gaaf jongen. Gaaf jongen. What are you waiting for, pisspot? It's time to jump. What? Prison scrambled your brains, old man. Drink took care of that a long time ago. Now get up here! I can't, that's impossible! Impossible? That's the purview of every assassin boy. You can pluck your head out of your own arse. Come find us. You'd make a great fit. Goodbye, pisspot! You! Back away from the ledge! Merde. Zolang je met water springt, hè, dat lijkt me inderdaad het handigste. Usual bastard. Nu hebben we waarschijnlijk de intro een beetje gehad. Ik denk wel dat we nu een beetje de intro gehad hebben. Assassin's Creed Unity. Woo! Unity! Wow, wat een vet. Ik vind het zeker weten wel vet trouwens hoor. Dit is wel echt sick hoor. Ik vind het wel... This is some good shit. Maar dan zijn we in de laatste gebied. Ik weet niet wat we nu moeten doen. Ik zou eigenlijk die Shay nog wel een keer willen vermoorden. Dat klinkt natuurlijk heel brut, maar... Dat zou ik nog best wel graag een keer willen doen. Die klootzak heeft onze vader nu vermoord, hè? Please? Some welcome. One can't be too careful. But after what happened... Elise, I've... Haven't you done enough to repay my father's kindness? Elise, please. You can't believe I killed Monsieur de la Serre. Your father... He wasn't the man you thought he was. Neither of our fathers were. I know exactly who my father was, Arnaud. And I know who yours was. I suppose it was inevitable. You an assassin, me a Templar. You? Does that shock you? My father always meant for me to follow in his footsteps. Now all I can do is avenge him. I swear to you, I had nothing to do with his death. But you did. No. No! By my life, I swear I didn't! Is that... A letter intended for my father the day he was murdered. Read it. Grandmaster de la Serre, I have learned through my agents that an individual within our order plots against you. I beg you to be on your guard at the initiation tonight. Trust no one, not even those you call friends. May the Father of Understanding guide you. L. I found that on the floor of my father's room. Unopened. I didn't know. Neither did my father. How could I have known? Just go. Please. Oh.
Ik weet dit best wel pijnlijke shit gewoon. Jezus Christus. Dan beginnen we lekker. Pijnlijke lekker monkel is de Templar. Nou, dat begint allemaal goed hoor. Dat achter hebben we niet. Flikker maar op met de wijf. Zo. Zo de prullenbak in. Kan natuurlijk niet, hè? Oké, natuurlijk niet. What is this supposed to mean? Daar weet ik niet wat dat in zou moeten houden. Dat weet ik echt niet. Ik zou het echt niet weten. Maar daar gaan we waarschijnlijk achter komen nu. Parijs is nu open. Je kunt nu de stad verkennen en de volgende singleplayer missie spelen. Arno is wel. Dat is een leuk zeg, denk ik. Oh, wacht. Herinnering voor het eerst doorgaan, hè? Dat lijkt me inderdaad wel belangrijk. Waar konden we hier naar beneden? Oh, niet. Nee. Moet weer omhoog. Voor de schatkist. Lijkt me dan. In werkelijk, maar nu echt geen idee waar de schatkist is. We naar de missie toe trouwens, dat is, lijkt me echt even wat leuker. Dan hier een beetje lopen te rotzakken. Of klootzakken. Dat hangt in ervan hoe je het zegt natuurlijk, maar... Dat is natuurlijk een beetje nutteloos als we ook naar de missie toe kunnen. Want ik ben nu... Kijk, we zijn nu... Zijn we net een beetje bezig in het spel. Ik vind het wel leuk om eerst even wat in te komen. Want we hebben net de Unity scherm gezien. Dat betekent echt dat we net... In het spel een beetje beginnen te komen. We kunnen er weer niet opkomen of wel? Net zeggen, waarom kunnen we die hier dan weer niet opkomen dan? Nou, natuurlijk weer drie keer helemaal nergens hoor. Volgens mij moeten we weer eens ergens binnen zijn. Het is echt... Dat is wel lastig hoor, dat je ergens naar binnen moet voor... Voor de shizzle die je zoekt, als het ware. Nou, ik zou niet weten waar ik zou moeten zoeken op dit moment. Ik zie hier een kist. Ik kan ik pak even snel dit ding, maar ik kan het niet vinden, dus het is een beetje jammer. Zou hier in moeten zijn, denk ik, of niet? Misschien is het hier wel. Kijk, hier is hij. Een van de 12 dingen verzameld in dit district. Oh, goed bezig, zeg. En nu wel richting de missie. Ja, we zullen waarschijnlijk nog wel meer leuke dingen tegenkomen die ik nog even wil pakken ofzo. Het zal nooit heel ver weg zijn trouwens. Ik denk dat we hier binnen ook een schatkistje kunnen pakken. Of is die hier niet hier binnen? Jawel, kijk, is hier weer. Jongen, wat top. Top kwaliteit is dit weer hoor. Dit vind ik toch wel weer hartstikke geweldig. Kijk, we moeten nu eigenlijk 400 F. Hartstikke mooi. Ik vind ook wel trouwens dat het een mooi gebied is hoor. Een mooie stad gewoon. Jongen. Wat is Parijs toch mooi. Gaan we ook naar de Eiffeltoren? Ik wil ook naar de Eiffeltoren. Zou de Eiffeltoren er al zijn? Ik weet niet eens of dat ding wel is. Ik weet niet wanneer dat ding gebouwd is. Wanneer is dat ding gebouwd dan? Ik moet achterkomen nu. Shit zeg. Jammer zeg. Ik vind het jammer. Ik wil het nu weten. We gaan naar de wissel toe. Er is nog 100 meter lopen. Daar zijn we zo. Daar zijn we hartstikke snel. Hoop ik. Ik hoop dat we er snel zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik ben benieuwd. We er echt zo snel zijn. Als dat ik hoop dat we er zijn. Ja, die Franse soldaten staan er natuurlijk weer te klootzakken. 35 meter, we zijn er bijna. Denken we dat we er dan hierin moeten? Kijk, hier moeten we heen. Beloning 0 van de 4. Ik weet niet wat ik moet doen. Ah, zien we straks vanzelf wel. I suppose a simple address would be too mundane.
Ja, dan denk ik ook dat dat iets te makkelijk is. Nee, maar hier naar boven toe, denk ik. Daar lijkt het wel een beetje op, ja. Ik denk ook dat dat gewoon iets te makkelijk is. Ook helemaal niet leuk, joh. Zouden we hier naar boven toe moeten ergens? Wat moeten we hier doen dan? Ik denk dat we daarheen moeten komen. Kunnen we daar zo komen of kan dat niet? Ja, dat lukt ook nog gewoon zo. Oh, wat zijn we goed bezig. Interactie met het ding, tuurlijk. Dat moet even, want we willen weten wat we nu moeten doen natuurlijk. Oh, wat vet. Hij maakt gewoon een heel pad voor ons. Ik ken toch eigenlijk ook niet beter. Ik ken eigenlijk ook gewoon niet beter. Jubee, wow. Nou, dat klinkt toch wel logisch. Waarom niet? Oh, ik denk al, hè, wat gebeurt er nou? Control 2-1. Hij zou maar net dichtgaan voor je neus, zeg maar, dat je kaart op de grond klapt. Het zou wel grappig uit moeten zien. Het ziet er helemaal voor me, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het gebeurde trouwens ook niet. Ze sprong gewoon een keer in een gat in de grond, maar het zou toch wel geweldig grappig zijn. Het zou toch geweldig grappig zijn. Dat hij gewoon net te laat aankomt en kaart op de grond ploft. Waar zijn we nu dan? Een of andere fort of zo? Een ondergronds fort? Took you long enough, pisspot. What is this place? Moe van die kerel met zijn pisspot. A sanctuary. A place we can train and prepare. Away from the eyes of our enemies. Nou, didn't wat leuk. We just escape from a dungeon? It's not a dungeon. It's a nerve center. From these tunnels we can get anywhere in the city. All without being seen. We have eyes everywhere. Really? Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? This place has served us well for 600 years, Pisspot. Mm-hmm. And how long were you standing in the dark waiting for me? Not long. Guillaume spotted you from the bell tower. Dit is wel een gekke plek hoor, helemaal stenen zo ergens. Well, it was quite the entrance. Are you mocking me? No, no. God's truth, very theatrical. Shut up. So, the son of Charles Dorion returns to us. Belek thought you wouldn't come, but changed your mind. I'm tired of running from my failures. Monsieur de Lacer, my father. I want to make it right. The death of Grandmaster de Lacer weighs on you. Why? Did you wield the blade yourself? Does it matter? The blame still lies with me. Inna the nubahu tukilu kailai. Hal anta muta akidon min? Anna kadalek. Inna ukadnira ala muajati el muhakama. Seyekunu jaidan. Very well. Out of the dark you come into the light. From the light you will return to the dark. Are you prepared to travel the eagle's path? If that's a fancy way of asking, do I want your help? Yes. Then drink. Voordat we niet helemaal gek worden van dit drankje. Weet het nooit, hè, met al die mafkees en zo. Jongen, 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 jongen. Gaat zien. Trek maar lekker op, jongen. Word je groot en sterk van. Word je groot en sterk van, hoor. Nee, dat maar even weten. Tuurlijk, we gaan weer helemaal nog koud en smeerlapperij hier. Hartstikke in een andere planeet zijn we nu, of niet?
Jongen. Ziet er heel vaag uit, hoor. Wat is happening? Droom? Hallo? Dit is een droom. Dit moet een droom zijn. Nooit goed zijn zulke dingen. Ik weet niet wat voor paddenstoelen ze in dat drinken gestopt hebben, maar dat moet echt heel erg freaky shit zijn. Ik bedoel, check dit dan, dit is nooit goed. Ik kan nog nooit gezond zijn voor een mens als je dit soort dingen moet zien. Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches. Where is that boy? Nee, de muur gaat verder. Father, it's me. I'm here. Shit, dit, dat kan toch nooit goed zijn. Dat kan nooit, en dan bedoel ik ook echt daadwerkelijk nooit goed zijn. Wow! Freaky shit! Shut up, freaky shit! Deze kerel heeft paddels gebruikt, jongen, dat is echt. Ik zweer het, helemaal nooit normaal meer. Combinatie van E en shift indrukken en dan moet ik ook nog sturen. Dan kom ik er gewoon een vinger tekort of niet? Ik kom gewoon een vinger tekort, joh. Father, where is that boy? Nou, we gaan gewoon nog even proberen. Ik zal mijn best deze keer doen. Ik denk wel. We should be well away right now. Father, it's me. I'm here. Dan kan die kerel vers spelen. Wel handig als je al gewoon weet waar we. Maar dat is waar ik me al kapot ga, dat vind ik echt irritant van. Vader! Fuck! Ha! Het is weer gelukt. Oh, wat een klootzakkerij is dit, zeg. En nu in één keer, de vuur gaat naar beneden. Handig dit. Ik vind het niet echt handig, maar we hebben het overleefd. Oh, no! Dat is jammer. Wat zie je nou dan? Oké, we hebben een brief. Nou, een keer. Oh shit! Go, I'll distract them. I haven't done enough to repay my father's kindness. Oh, verdorie zeg. We hebben een bovenklim hier dan. Go, I'll distract them. Dit is niet echt eerlijk natuurlijk, hè, deze. Strijk. Wow! Holy moly! The door of my father's study. Unopened. I didn't know. Neither did my father. Ja, gek shit hoor. I am blessed to have such a. You seem to have caused quite a commotion. What can I say? If you were always a bad influence. Nog een keer. Holy fuck, hè? Gebruik nooit drugs, mensen. Gebruik echt nooit drugs. Dat is niet goed voor me. Check wat hier de fuck is hier nou weer de bedoeling van. We are not afraid. Let them all come and fight me. Moet je hier echt heen? Ik weet niet wat ik moet doen, hoor. Huh? Wow! What the fuck is dat nou weer voor bullshit? Huh? What the fuck moest ik in één keer doen dan? Ik weet niet wat ik moest doen. Ik was gewoon aan het lopen. Zonder ontdekt te worden. Oké, nou dan mooi kut hier midden in tussen de mensenmenigte dan. Kan ik er ook door of niet?
Hallo, mag ik ook even door? Mag ik ook stiekem tussen jullie langslopen? Ik moet stiekem iemand vermoorden, maar ik weet niet wie. Probeer het gewoon zo dan. Probeer het gewoon zo inderdaad. Dat zou ook wel moeten, want... Ha! Bitch! Now I got you! Dit moest ik ook gewoon een keer falen, anders dat lukte het nooit. Dat is shame, joh. Ik ben niet de moordenaar. Ik heb jouw vader zelf vermoord, hè? Dat weet je. Dat weet hij niet. Weet hij wij. Ha! That's some freaky drugs. En dan ben je weer terug en dan staat er een kram van die oude man om je heen. Jongen. Daar weet je niet vrolijk van. These are the words spoken by our ancestors. The words that lay at the heart of our creed. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Break them at your peril. Rise, assassin. Arno Dorian is dead. He has been culled from this world, his sins and failures turned to dust. Tonight he is reborn, a novice of the Assassin Brotherhood. Okay, dit is wel vage shit, maar wel vet. Vette vage shit is dit. Dubbel vaag. Dus hoeveel maanden zullen we nu in één keer weer verder zijn? Ik ben wel benieuwd hoor. Tjoe, wat vet. Dat is vet, maar wel een beetje raar. Welcome back. Now that you've experienced life as an assassin, are you willing to take up the fight and join us? Deacon, load the file. Coming up. We lifted a media file from Aftergo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. By pressing play, you'll be joining the assassins. If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abstergo's clutches, press play. Sit back and ready yourself for the truth. Good choice. Welcome to the Assassins, Initiate. In the 1950s, it was theorized that human DNA worked via the triple helix model. Some years later, the work of Crick and Watson demolished this theory in favor of the double helix. Today, we know the double helix to be indisputably the basis of all life. So why did the triple helix theory gain so much traction? Why did Rosalind Franklin's X-rays seem to confirm it? It turns out that their initial samples had been taken from small traces of precursor DNA, the rare genes of an ancient race embedded in our own. We now know that triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. Using Animus technology, precursor history will be open to us for the first time ever. Ancient languages will be unlocked, and ancient technology will be ours for the taking. Imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of Eden. Such discoveries would surpass 100-fold the splitting of the atom.
Last year, we located a rich sample of precursor DNA in a donor whose genes contained human and precursor DNA at an incredible 25-to-1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better, forever. Welcome to the Phoenix Project. Oh, wat leuk. So, this is where we stand. Last year, Abstergo acquired the body of a man we call a Sage, one of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA. This sparked a search for more Sages, in the present and in the past. The more Abstergo finds, the closer they get to their final goal. We've blocked their recent attempts to find more, but Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arno Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? It turns out, at some point in his life, Arno came into contact with another Sage. We need you to find out when and where these meetings took place. If Arno was present for this Sage's death, it might lead Abstergo straight to his body. Naturally, we'd like to find it first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. All right. Loading the next sequence. Maar we zijn midden in de zin, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit, joh. Nee, praat maar een halve zin. Oh, wat hebben wij even het pakje aan, dan hebben we blauw. The more time you spend with Arno, the more data will have to increase your synchronization with him. And to activate his abilities. Here, have a look at this. Oh, joh. Ja, dat is inderdaad wel vet. One last thing. While you've been busy, I had Deacon do some poking around in Arno's memories. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. I don't know about you, but I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arno ran with his assassin buddies, so they'll give you an idea of what our organization's about. Just walk into the glitch and you'll get all the details. I've marked them on your map. How about a boost and... Nou, de blauw hoef ik dus niet heen. Nou, gaan we naar missie. Ik ben nu wel heel erg benieuwd. We zijn in één keer een assassin. Een initiate. Dat is een recruit van de assassin volgens mij. Als ik het goed begrijp. En that's it. Ik snap het niet helemaal. Hoe werkt het? Ja, weet niet. Ik ben een beetje vaag dat we in één keer een assassin zijn, omdat onze vader ook een assassin is. Dat is toch best raar. Ik weet niet hoe dat normaal gesproken zou werken, maar ik zou eerst toch wel echt iemand willen leren kennen voordat ik iemand in een secret order zou laten joinen. Dat is toch best apart. Hé hey joh, kom er maar bij, kom er maar bij. Net een theekrantje of zo. Lijkt het nu net? Het lijkt nu net een theekrantje inderdaad. Dat is helemaal niet zo cool. Wij zijn lid van de Assassins, de theekrans team. Nou, spelen. Nou, we gaan het wel spelen, dat is logisch of niet? What's the mission? Mission. Let's get your arse in position. Don't ask questions, pisspot. I live to serve. Wat een klootzak. Vind hem nu al een klootzak. Moeilijkheidsmissie, oké. Zo we aangeven met diamant. 1, 2, 3. Hoe meer diamant, hoe moeilijker. Dat klinkt best logisch inderdaad, ja. Piss off, idiots! Thank you.
Okay. Wat is het doel? Is het doel nou... Deze drie lui vermoorden of is het doel nou... I didn't dream it. Oké, dat ging best goed, toch? Of niet? Oh, best goed. Ja, we hebben alleen niet het doel gehad, maar van fuck doel, man. Hij vond een fuck doel. Doodwachten, saboteer de bel. Check, we did it. Lord Guillaume de Roussel has generously agreed to our price of 40%. An act of desperation. What about the priest? He'll come around. Your confidence is infectious, Sivert. My boys will have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Of course. Make sure that it goes smoothly, cretin. When have I... Murder! Murder! These bastards always have bodyguards. Well... Next time, do that before he starts screaming. Why do we hang about here when Sivert still lives? He killed Monsieur de la Serre! Patience. Sivert is not the target. Not today. Come on. Council's waiting for our report. Roepel. Ook F4 of op 4? Ik moet wel even wat opletten. That's a lot of bastards. Nou, dus. Give him a smoke! Hij doet best fijn. Ik ga hem laten voor en nu smeren we. Een beetje opschieten hoor, want we zijn. Ja, we zijn veel later begonnen met rennen natuurlijk, dus het is nooit weer eerlijk, maar. Dat komt ook omdat ik dacht van. Oh ja, we killen al die lui eerst wel even rustig, maar. Blijkbaar mocht dat niet. Vind ik altijd jammer zeg, als je lui niet mag vermoorden, vind ik altijd erg leuk. We deze lui vermoorden of niet? Oh, bitch. Dan gaan we weer verder rennen dan. Ja, zullen we weer moeten. Bitch, daar. Wij zijn een verdwijnen, wij zijn verdwenen. Pipo zie je. Dat ging niet helemaal goed natuurlijk. Ja, dat ging echt niet goed. Een beetje raar trouwens hoor. Een beetje raar, want het is eigenlijk nu ook gewoon. Elitere recruit. Oh, kan dat ook nog? Wat lullig. Dat klinkt nog steeds fucking laag. Elite recruit. Hoe kan dat nou joh? Dat klinkt toch alleen maar maal. Dat klinkt toch eigenlijk alleen maar stom. Ik ben een elite recruit. Wie de fuck wil er nou een elite recruit zijn? Ik vind het een stomme rang hoor. Ik snap er ook niet zo heel veel van, maar dat maakt niet uit. We komen er vanzelf wel. Nou, deze keer beroven. Nou, dan krijgen we lint en 3 tabak. Wauw. 6F. We hebben een 6F gekregen. Daar ben ik blij van. Merde. Patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Shouldn't we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter. There's always more fanatics. Can't save everyone, Pisspum. Well, there's a cheery thought. Ze zijn rood vallen, mensen lastig. Ze worden betaald door tempeliers. Ze kunnen je herkennen en overal in de stad aanvallen. Oh, fucking irritant is gewoon. Ready to handle Sir Rampinon's body in a courtyard not far from here. Stab through the throat.
Anders hadden we dat gedaan hoor, dan hadden we even over aan, maar dat kennen we even niet, want we moeten dus de missie. Dat snappen jullie natuurlijk ook wel. Super belangrijk weer. Careful, pisspot. You'll hurt someone. Echt een vervelende kerel hoor. Met de pisspot. Oh, ik pis in jouw pot. Ja, flikker op met je rotkop. Dat klooien. Maar nu zijn natuurlijk templiers die mensen lastigvallen. Dat is eigenlijk best grappig. Doen ze gewoon met zin natuurlijk, want anders leken we de vorige keer als assassins gewoon als leuke, lieve mensen, maar dat mocht niet. Pauze nodig, maar ik weet niet waar jij helemaal heen klimt. Het is toch best lullig dat je dat zegt. Ik vind het lullig dat je dat zegt. Mensen schrikken zich ook de lep langs, pas op. In één keer staat er iemand in huis, maar dat vindt gewoon niet leuk. Vindt niemand het leuk, of wel? Ik niet, nee. Ik zou het niet leuk vinden als iemand in één keer in mijn huis loopt. Wow, wat een klooi, joh. Moet ik jou wachten hier van me af, Kees? Klet ik ook nog naar beneden door jou, hè? Wat is dat voor klootzooi dat je bent? Best wel een klootzak jij, hoor. Ik zal dat ding ook meteen weer pakken. Ik zal dat ding weer pakken, ja. Precies de verkeerde muis natuurlijk. Voet zijn bord vanop. Ja, ik moet door, want die kerel gaat aan de wisseur van, je loopt niet snel genoeg. Dat ken hij goed hoor, dat ken hij hartstikke goed. Daar had hij zijn werk van kunnen maken. I can't believe this. We've not seen Sivert for a year, and you're letting him walk. All because his name wasn't on a bloody piece of paper. The timing's not right. Too many variables. Hij zal het wel weten, hè. Ga naar het sluipmoordenaarskwartier. Wat is dit? Ik in winkels kun je gereedschappen, minuten in winkels vaak reis nodig. Ik ben dus. So what happens next? Vaardigheden. Sluipen, melee. Ja, vaardigheden beheren. Dan kunnen we ook nog skills leren hier. Oh, jongen. We take this ledger full of Templar records to Mirabeau. Proceeds to do nothing with it. Three more Templars. Don't seem terribly fond of him. It wasn't us. He's a politician. Sees himself as a great peacemaker. Templar civil war. He thinks he can end the war between assassins and Templars. Bring the revolution to a happy conclusion. And convince dogs and cats to live together in peace. And that's bad? It's a self-aggrandizing pipe dream. Templars are at their weakest since Jacques de Molay burned. Well, the customs agents of France can rest easy. Arpinot's dead. Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damned truce, we might know that. Here's a point, Honoré. The truce was with Grand Master de la Serre. The man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Sivert to escape. Sivert was there? I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de la Serre's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've done him all I can. Boy's ready. Very well. Assassin. I charge you to go to Notre Dame de Paris and to find there the Templar agent, Charles Gabriel Sivert. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace in accordance with our tenets. Nou, vet zeg. Hebben we mooi gedaan. Ja, hebben we mooi gedaan, toch niet?
We hebben twee van die dingetjes gekregen. Ik weet niet wat het inhoudt, maar we hebben ze gekregen. Ook heel erg leuk. Ik weet ook niet wat dit inhoudt trouwens hoor. Oh, recruit. En wij zijn nu deze. En... oh nee, we zijn deze al. Dan worden we een trainee. Veel rangen natuurlijk weer. Jongen. Legend. Poeh, dat moet er veel doen hoor. Jongen. Dat gaan we nooit halen hoor, dat weet ik wel zeker. Nou, misschien ook wel, ik weet het trouwens nog helemaal niet. Zo zijn we de koekeloeren van veel. Kun je hier ook nog wat doen of niet? Kun je hier alleen maar even rondkoekeloer? Dit is wel een gekke basis hoor, even wel een gekke basis gewoon. Zo vet. Tot nu toe. Oh, daar mogen we niet heen nog van hem. Van hem mogen we daar nog niet heen. Van mij wel, maar ja, ik heb niks te zeggen hier nog, hè. Ik heb hier pot, wil je door het helemaal niks te zeggen. Ik heb ook niks bij jullie te zeggen. Hier mag ik ook niet heen. Ik mag nergens heen, joh. Hé, hey, joh. How are you, friend? Joh, ik ben jouw vriend niet. Ik mag van jou nergens in. Gewoon een klote streek. Hé, hey, ik ga de aflevering afsluiten. Ik vind dat we weer mooi wat hebben gedaan. We zijn eigenlijk assassins, ook wel vet. We zijn elite recruiten, ook wel vet natuurlijk, hè? Super cool. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. En dan zeg ik, laters!